Op een zwoele zomerdag zat een man in zijn bad. Met zijn telefoon was hij aan het relaxen. Opeens waren zijn handen zo glad geworden en viel zijn telefoon zo boem in het water. Ja, mam, alles goed met mij. Oh, mijn handen zijn glad. Oh. Boem! Daardoor werd de man een kikker met het syndroom dat hij een muis dacht te wezen. De kikker wilde de hele dag alleen maar kaas eten, dus hij ging op zoek naar kaas. Na een aantal minuten vond hij geen kaas in zijn koelkast. Daardoor werd hij erg geïrriteerd en wilde zo snel mogelijk geld vinden en naar de winkel gaan. Hé, er is geen kaas. Denk dat ik maar naar de supermarkt ga. Hij pakt geld en deed de deur open. Sprong naar buiten op zoek naar de winkel. Er kwam een andere kikker die er erg mooi uitzag langs. De mooie vrouwtjeskikker had een hele rode, sappige appel in haar hand. Het vrouwtje wilde zijn kant op komen. Hij schreeuwde, hoi, en sprong haar kant op. De kikker, die een muis dacht te zijn, was niet aan het opletten en stak zo over. De auto toeterde nog, maar het was al te laat. Hoi! Op het moment dat de kikker zijn ogen weer opendeed, zag hij een leeuw. De leeuw droeg een stoel op zijn rug. Al snel begon hij te lachen. De kikker leek hem wel een lekker hapje. De leeuw nam de zorg van de kikker op zich om nog maar even een lekkere speklaag te creëren. Het water liep hem in de mond. Op het moment dat de leeuw de kikker in zijn mond nam, bleek het tot zijn irritatie en kikker te zijn gevuld met kaas. Met een kaasallergie was dit een slecht teken. Hij rende weg om bij een boom een tegengifregenboog te zoeken. Helaas was deze niet aanwezig en zo zijn de leeuw en de kikker beide overleden. Oh, wat heb ik trek in kaas? Oh jeetje, wat heb ik trek in kaas? Hey, in de koelkast zit geen kaas. Shit, dan moet ik nu naar de deen racen. Wat heb ik trek in kaas? Na een aantal minuten vond hij geen kaas in zijn koelkast. Oh, stop maar. Stop. Is goed, baas. De kikker wilde de hele dag alleen maar kaas eten, dus ging hij op zoek naar kaas. Hij sprong uit het bad en ging in zijn huis op zoek. Jeetje, wat heb ik een trek in kaas? Ik denk dat er in mijn koelkast kaas is. Nee, ik heb geen kaas gevonden, dus nu moet ik heel snel naar Deen. Maar eerst moet ik geld hebben. Op een zwoele zomerdag zat een man in zijn bad te... Oh, wacht, heel...